Hallo leutjes, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Ro Kuipers en het is vandaag tijd om naar Limburg te gaan. Mijn koffer had ik gisteren al gepakt. De cameratas die heb ik nu ook ingepakt. Dus ik hoef alleen nog maar mijn haar te doen. En dan kunnen we gaan. We gingen onderweg en het was onderweg heel rustig. Het was een vrij lange reis, maar we zijn aangekomen in België. En hier achter mij staat ons huisje die we dit weekend hebben. Ik ben samen met mijn ouders en we hebben een vrij groot huis. Het is echt eigenlijk niet normaal hoe groot ons huis is. We beginnen binnen bij de voordeur. Dan hebben we de entree hall. Die is gewoon een entree. Dan achter deze deur zit de eerste slaapkamer. En dat is ook mijn slaapkamer voor vannacht. Er zit wel een klein trapje nog. Als we dan beneden zijn, dan kom je in de slaapkamer. Mooi tweepersoonsbed met ook achter deze kast een toilet. Geen douche, maar een toilet. Dan gaan we het trapje weer omhoog. En dan gaan we de volgende trap op. Want op de eerste verdieping heb je dan de tweede slaapkamer. Hier slapen mijn ouders vannacht. En met een doorkijk naar de douche, de badkamer. Dan is dit dus de badkamer. Gewoon mooi met een douche. En dus de doorkijk naar de slaapkamer. En dan heb je ook hierboven nog een toilet. Dan gaan we weer een klein trapje naar beneden. En de volgende trap omhoog. Er zijn wel genoeg trappen in dit huis. En dan heb je daar de huiskamer, de woonkamer eigenlijk. Nou, gaan we daar ook weer een trapje omhoog. En dan staan we in de keuken. En het is echt een vrij grote keuken. Met nog een ruimte voor een terrasje om naar buiten te gaan. Het is lekker weer in ieder geval. En dan, dit is dus het huisje. Mooi huis. Ik zou er wel willen wonen. Omdat we precies 3 tellen in België zijn geweest, gaan we nu weer naar Nederland toe om het startbewijs voor de Amstel Gold Race op te halen. Dus we stappen weer in de auto terug de files in. We zijn aangekomen in Valkenburg. We hebben net het startbewijs al opgehaald. Die is binnen. Dat was, het evenemententerrein was al aan het afsluiten, dus dat was niet zo leuk. We gaan nu even eten en dan zien wat de avond brengt. We zijn weer terug in het huisje in België. We hebben net even de nachtwinkel bezocht voor een pakje speelkaarten, want die lag hier niet. En er zitten hier dus 2 vliegvelden zitten heel vlakbij. Dus er komt nu een vliegtuig aan. Misschien zie je hem al aan die lampen. En ze vliegen echt laag. Dat is een herrie, die ben ik niet zo gewend, dus ik ben benieuwd hoe dat vannacht is. De speelkaarten die we hebben gevonden, dat zijn voetbalkaarten van de Rode Duivels, zeg maar. Die zien er zo uit aan de achterkant en zo aan de voorkant. Dus dat is, het is vrij identiek. Je kan niet heel goed zien wat de voorkant is en wat de achterkant. En nu is het zo dat wij in Nederland hebben boer, vrouw, heer, oftewel boer, vrouw, heer. Ik weet niet precies hoe ik deze uitleg wou doen. Maar hier heb je een V, een D en een R. En dan is het voor ons vrij normaal dat je dan de D ziet als een boer en de V als een vrouw. Maar dat is dus precies andersom. De V is de boer, dus hebben we het ezelsbruggetje voer voor gemaakt. En de D, dat is de dame. Net wat anders. Zo, ik ben op mijn slaapkamer en ik wou al even balen, want mijn bed staat dus hier. En dat lichtknopje is daar. Dus ik dacht, dat wordt heel ver lopen in het donker. Maar ze hebben erover nagedacht. En daar zit daar naast het bed ook gewoon een lichtknopje. Dat is ideaal. Ik heb 1 ding nog niet gedaan en dat is de bedtest. Ik ga er gewoon voor. Nou, op zich. Ja, ik hou dus wel van een bed wat steviger ligt. Dus niet zo'n zachte inzakken. Op zich voelt dit prima. Ik denk dat ik hier wel lekker kan slapen. We gaan er gewoon voor. Morgen dan wordt het een wat drukker programma. Dus druk even op het duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Dat is helemaal gratis. En dan zie ik jullie morgen 6 uur bij een nieuwe vlog. Tot morgen.